En, Ja? Nee, maar prima. Ik zei al, kom maar op met de grappen, maar ik vond het een beetje magertjes. Ik had eigenlijk meer verwacht van de heer Öztürk, maar oké, prima. Volgens dus, even het laatste. Ja, dus als het over stigmatiseren gaat, dan denk ik, ja, de heer Öztürk, die moet toch eerst zelf in de spiegel kijken. Zo gij niet wil dat het u geschiet, doet het ook de ander niet. Dat is slot, de joods-christelijke wederkerigheid waarmee dan Nederland ook groot mee is geworden. Tot slot, de heer Öztürk. Dus de Telegraaf die met de voorpagina komt, dus de heer De Graaf die stigmatiseert, dus de PVV-fractie die constant mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse afkomst in een kwaad daglicht willen brengen. Wij zeggen toch ook niet op het moment dat de heer Graus de pooier wil uithangen, dat alle PVV'ers pooiers zijn. Dat zeggen wij toch ook niet. Waarom probeert u dan in elk debat deze groeperingen proberen in een kwaad daglicht te brengen? Wij doen dat toch ook niet bij jullie? Ja, voorzitter, daar gaan we. Als het debat smerig moet worden, dan kan het smerig worden en dan is de heer Öztürk de eerste die dat doet. Dus nogmaals, ik zeg net tegen de heer Öztürk via u, kijk nou eerst eens in de spiegel en ga bij jezelf te raden. Nee, wacht nou eens even. Luister nou eens goed naar de heer De Graaf. He, dat is het beste wat de heer Öztürk vanavond toch doen kan. En luister dan eerst daar eens even naar wat ik te zeggen heb. Het debat hoeft wat mij betreft niet smerig te worden. Daar heb ik geen zin in. Dus laat dat soort aantijgingen nou voor denk. Daarmee disqualificeert u zichzelf. Dan komt deel 2 over stigmatiseren en dergelijke, de PVV stigmatiseren. Een groep kan zichzelf, of een persoon, maar ook een groep kan zichzelf. Hebben we vaak over integratiedebatten, discriminatiedebatten, racisme-debatten. Heb ik het al 100 keer uitgelegd. Alleen, daar zat op dat moment zat de stopverf in de oren van de heer Öztürk, denk ik. Ik heb dat altijd heel genuanceerd uitgelegd. En als de heer Öztürk het niet horen wil, ja, prima dan. Een groep kan zichzelf stigmatiseren. En om nog even te reageren op één punt van de heer Öztürk zijn inbreng. Waar hebben wij ooit Surinamers vervelend in de hoek gezet? Dat is, ja, dan moet ik de heer Öztürk het woord geven omdat u hem een vraag stelt. Oh ja, dat had ik dan niet zo moeten niet doen. Moeten dat doen, was ik mij niet bewust, nee, voorzitter. Nee, maar dat geeft niets. Maar ik wil toch dat we het debat voeren op inhoud. En het gaat vanavond over uitkeringsfraude. Ja, precies. Dus ook collega's erbij halen en personen zou ik dat even weglaten. De heer Öztürk. Voorzitter, de heer De Graaf haalt de hele Turks-Nederlandse gemeenschap. 500.000 mensen. En dan denk ik van, dan geef ik hem antwoord. Dan laat ik hem de spiegel zien. De spiegel staat de heer De Graaf op de foto met fraude. Waar en wanneer? Nu feiten. Hier. Nu ja, feiten. Ik heb hier. Bewezen hier heb feiten. Je, bewezen nu feiten. Hier. Heb je ik niet heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. En dat voorzitter is precies het probleem in Nederland. Ik maak hier ernstig protest tegen, ernstig bezwaar tegen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Öztürk. Ja, typ ze zelf op. Typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in de hoek. Dank u. Nee, meneer. Persoonlijke feit. Voorzitter, ik word hier min of meer bedreigend toegesproken. Dit vind ik te ver gaan. De tijd dat de PVV hier zomaar over bevolkingsgroepen kon praten, die tijd is klaar, voorzitter. Denk eens hier, denk eraan. Ga lekker naar huis. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Nijkerk en de Haan namens de VVD. Dit is het niveau, dit is niet het niveau waarop Kamerleden, volksvertegenwoordigers zich moeten gedragen. Ik zit na te denken, wat moet je eigenlijk met zo'n situatie? Ik ben blij dat jullie niet naast elkaar zitten, dat scheelt. Mevrouw Nijkerk en de Haan. Dank u wel.